Ja, het kunstwerk is eigenlijk een cadeau voor de directeur die ik ben opgevolgd, Gert-Jan Enderdijk. Hij heeft dit als afscheidscadeau gevraagd. Want er was een hele witte muur naast Nieuwe Vesten en de ingang was eigenlijk niet zo heel duidelijk. En hij heeft gevraagd van, kan er nou eens een mooie blind wall, een mooi kunstwerk opgemaakt worden? Nou, dat hebben we in gang gezet. En we hebben een heleboel bezoekers en relaties gevraagd van, wat betekent het nou eigenlijk om je welkom te voelen? En de antwoorden daarvan, die zijn verwerkt in dit kunstwerk. Ik ben gevraagd geweest door Blind Walls Gallery en de Nieuwe Vesten om hier een kunstwerk te maken binnen het thema Iedereen is welkom. We zijn aan de slag gegaan met een aantal interviews van mensen die daar hier in de buurt wonen, in Breda, maar ook van ergens anders komen. Hoe dat zij het ervaren om hier te wonen en te leven. Die hebben we dan herwerkt naar een visual die daar eigenlijk het thema vertaalt in You are welcome. En het woord welkom is eigenlijk vertegenwoordigd door de verschillende letters die daar telkens uit andere vormen bestaan. Die op die manier eigenlijk ook symbool zijn voor de diversiteit van de mensen, de andere achtergronden en zo samen één geheel vormen. Daarnaast zijn de letters ook een knipoog naar de Nieuwe Vesten, waarbij dat er verschillende thematieken zoals dans, theater, muziek en literatuur aan bod komt. Zoals in de letters, de muzieknoot, de bladeren, het ritme en de dynamiek die dat daarmee vertegenwoordigd zijn. Ja, de samenwerking met Blind Walls en de kunstenaar vond ik echt fantastisch. De manier waarop het allemaal vorm is gegeven. Zeker ook met de kunstenaar, want ze komen dan met een eerste ontwerp op basis van wat wij hebben aangegeven en wat al die bezoekers hebben gezegd. Ik vond persoonlijk de kleuren wat te koud. En ik vind het belangrijk dat er warmte is. Warmte aan de muur, warmte in het kunstwerk, warmte in het gebouw. Onze mensen kunnen dat ook ontzettend goed, hè, door onze bezoekers een warm gevoel geven. Ja, alles staat eigenlijk in het teken van die warme kamer, warme kamer plus. Extra zaken die we faciliteren in een hele mooie ruimte waar je mag zijn wie je bent. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Ik kreeg een telefoontje van Dennis, de directeur of de man achter de Blind Walls Gallery. Met de vraag of ik geïnteresseerd was om met hen samen te werken. En ja, we volgden elkaar al een tijdje op de socials. Dus ja, dat was echt een no-brainer om daarmee in zee te gaan. Het was de eerste keer dat ik met hen heb samengewerkt. En ik moet zeggen, dat is een heel fijne samenwerking. Ze zijn zeer professioneel, goed georganiseerd. Ik heb niets tekort gekomen. En voor mij was het zeker een geslaagde samenwerking. De verhalen verschillen heel hard van de mensen die daar... Ja, uit verschillende achtergronden en verschillende landen naar hier komen. Dus het is altijd wel interessant om dat mee te nemen. En een manier te vinden om dat door te vertalen naar een visuele taal die leesbaar is voor iedereen. En ook nog visueel aantrekkelijk genoeg is. Dus dat is altijd een beetje zoektocht. Maar uiteindelijk na veel trial en error komen we wel tot een geheel. Ja, een van de verhalen is een dame die les heeft op de eerste verdieping bij ons, maar heel moeilijk boven kon komen. Nou, de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een traplift om te zorgen dat dat wel lukt. En zij was er ook vandaag. Ze zei, ik voel me weer welkom. En nou is dit natuurlijk een lastig gebouw met allemaal trappetjes en van alles. Maar we doen er alles aan om echt iedere Bredanaar zich welkom te laten voelen in dit pand. Heeft het thema Iedereen is welkom voor jou nog een speciale betekenis? Ik vind dat het thema eigenlijk voor zich spreekt. Iedereen is welkom, dat is iets waar ik ook volledig zelf achter sta. Ik vind dat er geen verschil moet zijn tussen type, mensen, achtergrond, kleur, whatever. Allee, voor mij is iedereen hetzelfde, iedereen is gelijk. En iedereen moet daarom ook gelijke kansen krijgen.